Pim, in de bestuurskamer van MW27, je hebt vandaag 4-1 verloren van Leonidas. Ja, op zich niet leuk, maar toch ben je opgelucht. Waarom? Ja, opluchting vanwege het feit dat we gewoon absoluut veilig zijn. En zelfs in de laatste wedstrijd nog kunnen gaan voor een periodetitel. Ja, even terugkijken naar de laatste maanden. Het heeft enorm veel kracht gekost. Zo ziet het in ieder geval nu eruit. Deel je die mening van mij? Ja, je merkt gewoon dat we in de 6-7 wedstrijden hiervoor, competitiewedstrijden, echt op ons teen hebben gelopen. En uiteindelijk het elftal hebben we als een citroen uitgeperst. Heb ik me wel eens laten vertellen. Maar je merkt nu gewoon dat het een klein beetje op is. Ik hoop dat we ons voor volgende week nog één keer kunnen opladen om tegen PPSC te knallen. En dan ben je afhankelijk van wat Gouda doet. Ja. Ben je trots op je groep na vandaag, ondanks een nederlaag? Ja, na de wedstrijd ben ik ook de kleedkamer even gezeten en uiteindelijk gewoon een compliment gegeven over de laatste periode, hoe we die gevoetbald hebben. Dat is gewoon op basis van strijd en op collectiviteit en dat hebben we gewoon heel goed gedaan. En nogmaals, je merkt gewoon dat het een beetje op is. Dat zag je tegen Velo in de Westland Cup en je ziet het vandaag ook hoe kansloos je eigenlijk de doelpunten weggeeft. Dan is het moeilijk voor de spelersgroep, denk ik, om op te brengen om nu nog maximaal te gaan. Maar dat gaan we volgende week nog één keertje doen. Ja, want er zit uiteindelijk, je hebt nog steeds een kans om een periodetitel te winnen. Ja, en je weet het niet, je moet er toch voor gaan, denk ik. Ja, nee, we gaan er absoluut voor. We gaan er eerst wel voor zorgen dat het 2 zo sterk mogelijk gaat. Want die moeten nog even knallen. Die gaan sowieso de na-competitie in. Wij kunnen ook nog wat heel moois halen. Wij gaan voor de volle 100% voor de periode. In ieder geval voor de overwinning. En dan zien we wel wat Gouda doet. Maar uiteindelijk zijn we hartstikke opgelucht en blij dat we ons gewoon veilig hebben gespeeld. En dat was doelstelling nummer 1 na de winterstop. Oké, dankjewel.